Jorien Geerdink, fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Almelo. 5 jaar geleden heb je vragen gesteld over de graduation party. Waar ging het toen over? Nou, toen ging het eigenlijk over dat vooral HAVO en VWO leerlingen waren uitgenodigd voor het feestje. En door een stichting uit Almelo. Nou, en daar had het college zijn medewerking aan verleend. En ik denk, nou, dat vind ik raar. VMBO of PRO of wie dan ook. Iedereen die een certificaat of een diploma haalt of in zijn eindjaar, die heeft daar hard zijn best voor gedaan. En ik vind dat iedereen wel een feestje verdient. Burgemeester Arjen Gerritsen, is het nu een mooi moment om te onderzoeken of een graduation party in deze vorm nog voldoet? Nou, ik denk dat de graduation party, die party die georganiseerd wordt door de Stichting Uit Almelo, dat die echt in een behoefte voorziet bij een groep van onze scholieren die slagen. En die na alle waarschijnlijkheid de stad gaan verlaten. Hè. Dat zijn HAVisten en VWO'ers, die gaan naar een hogeschool of een universiteit. En wat de Stichting Uit Almelo bepleit bij met name die scholieren is: we hebben iedereen nodig in deze stad, dus komen jullie ook na je opleiding weer terug naar Twente in ieder geval om hier employ te vinden. Dat is goed voor de samenleving, dat is goed voor de economie, dat ook die mensen met die achtergronden weer terugkomen in de stad. Is een graduation party in deze vorm nog wel van deze tijd? Nee, vind ik niet. De mensen die, de vakmensen noem ik ze maar. Ben ik ook MBO. Die hebben een hele andere kwaliteit en die is juist heel erg nodig. Maar de gemeente zelf heeft bijvoorbeeld enige jaren geleden de zogenaamde MBO Awards in het leven geroepen. Waarbij wij, corona heeft het een beetje op de stilgelegd, maar wij gaan daar weer mee door. Dat wij succesvolle MBO scholieren, studenten, huldigen met een echte Almeloze award van zelfs 1000 euro. Dat doen we maal 3. Almelo staat bekend om zijn maakindustrie. Ja. En dat noemt u ook zelf meerdere keren. Is het dan geen goed idee om een volgende keer ook de mbo-studenten, die toch de maakindustrie vorm moeten gaan geven, uit te nodigen? Ja, nou, iedereen gewoon zijn feestje. Ik ga niet over de organisatie, ben graag te gast. Maar de gemeente Almelo zelf, daar zijn we zelf ook voor verantwoordelijk. Wij organiseren de MBO Awards en die MBO-studenten die zijn zeer hoog geacht bij het gemeentebestuur. En ik denk bij iedereen in de stad, want dat zijn harde werkers die een talent hebben voor techniek. Volgend jaar dus een ander feestje? Ja, wat mij betreft wel. En kijk, en als die stichting zelf dat wil doen, prima. Maar ik zou graag van het college zien dat ze in ieder geval uitdraagt dat ook de VMBO, dat net zo hard gewaardeerd wordt. En die verdienen ook zo'n stadsboel, zeg maar. Het beeld dat nu ontstaan is, is dat de gemeente dit feestje organiseert. Daar lijkt het wel ook, omdat het logo van de gemeente Almelo eronder staat. En dat vind ik gewoon niet kunnen. Dus ik vind gewoon dat we een feestje voor alle geslaagden. Dankjewel. Graag gedaan.